Die vind ik heel erg origineel gelukt. Echt super, dankjewel. Wat vinden jullie ervan, schatjes? Dankjewel. Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Dag allemaal, ik kreeg net een berichtje van de juffrouw van Jason. Jason is namelijk ziek. Hij had buikpijn, had oorpijn, had keelpijn. Dus onze jongen gaat me jullie verhalen. Dus ik heb net de boodschappen gehaald. Dus dan kan u kijken of ze me daar kan helpen met uitdraaien. En kijken hoe mijn jongetje zich gaat voelen. En dan zie ik jullie zo meteen maar weer. Dus ik zou zeggen, tot zo. Zo, aangekomen bij school. Even gaan parkeren. Hoi lieve schat. En wat is er aan de hand? Ik heb heel pijn. En ik heb ook pijn. Oh, dus je bent ziek. Hoe kan dat dan? Dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet. Heb je ook buikpijn? Ja. Oh, niet zo handig hè, net voor Sinterklaas hè? Nee. Ja. Dan moet ik Sinterklaas niet gaan mensen. Nee, zeker weet je niet. En dan ga je dadelijk maar lekker bij mama op de bank liggen. Hè? Is goed, gaan we lekker samen een filmpje kijken. Dan maken we wel even gezellig, zodat je lekker rustig kan. Dekentje op. Voor we naar huis gaan, stoppen we hier even bij onze postbus. Kijken of er wat post voor ons is. Ik ben 2 dagen geleden geweest, dus waarschijnlijk niet, maar je weet maar nooit. En als het er is, dan gaan we die dadelijk natuurlijk even ook met jullie behandelen. Dus zou zeggen, tot zo. Kijk eens aan, toch 2 briefjes. Nou, als we thuis zijn dadelijk, hè Jason, dan gaan we samen kijken wat erin zit. Dus weer fanmail. Mag ik hem openmaken? Jij mag ze dan met mama gaan openmaken, is dat goed? Ja. Oké. Onze Jasontje die ligt te slapen, garm, zo ziek is die. Zoals ik net al in de auto zei, 2 dagen geleden ben ik ook geweest. En had ik deze fanmail opgehaald. Dus als Jason wakker is, poink, en Jasontje die is zo terug uit school, ga ik het eventjes openmaken. Dus kijken wat erin zit. Het is wel leuk om het weer tussendoor te vermelden. Zo, en we zijn weer bij jullie terug. Kijk eens als Jasontje. Kom maar schatje, kom maar weer wakker. Hij wou de pyjama aan omdat hij ziek was. Ons Jadentje die is net uit school en hij zegt, mama, ik wil ook de pyjama aan. Ik wil ook de pyjama aan. Ja, maar hoe was je op school vandaag? Leuk. Was die leuk? Wat heb je op school allemaal gedaan? Allemaal gespeeld. Gespeeld? Heel veel. Oh, en wat nog? Piepboekje lezen. En oh, de kring. Wat voor een verhaal? Welk verhaal? Ik kan geen graag. Okay. Een eekhoorn. Een eekhoorn, leuk. Maar een eekhoorn. Echt waar? En natuurlijk spin. Oh, voor de spin, die had je op mijn huis, hè, vorige keer, hè? Ja. Ik heb spin op. Maar we gaan de fan maar even doen. Ja. We hebben hier een brief. Wat ik wil bijpakken. Ik geef gewoon alles aan. Nou, voor de strijkers, deze strijken. Even kijken. 3 sierdingetjes. En een brief. Wat? Bij me liggen, ik geef alles aan. Ik ga naast Jason zitten. Wat is dit? Dat leg ik je straks al uit. Het is nepvuurwerk. Ga jij zitten naast Jason, dan kom je mooier aan beeld, schat. Kom. Okay. Dadelijk kan je wel lekker gaan liggen. Hè? Hallo meneer Koet. Ik heb wat vuurwerkdummies voor je YouTube kanaal. En daar staat familie Koet op de voorkant. Dus, ha, nou, ik zal hem straks aan Ruben overhandigen. En, dat is alvast. Ook vuurwerk. Dankjewel. Zeg maar. Dat is ook vuurwerk. Dan hebben we hier een brief, een tekening. Kom in Stoken in Drenthe met een meeting.
Ik ben beste Ruben. Ik hou van je zeker maandag en van je mooie video's. En ik behandel ook even tevens Ruben zijn post. Ik vind je producten erg mooi. Deze brief is voor de kermisreporter. Ga zo door. Pyro is a crime. Groetjes, Pyro. Speels 59. En wat zit er dan bij? Dat zullen we even zien. Wauw. Dankjewel. Spookhuis. Een spookhuis. Jullie ook nog even laten zien. Spookhuis. Even wegleggen, want deze is voor papa. Dat is een spookhuis. Allebei voor papa in plaats van jullie. Dan heb ik hier een brief, familiekoets. Voor ons. Van Kylie Bolenmeijer. Zou het een brief zijn? Van papa. Zou dat een mooie tekening zijn? Ja, denk ik wel. Denk je dat wel? Ja, dat is een mooie tekening. Wauw. Een huisje. En een wieling. Kijk. Beste familie Koet, onze dochter Kylie, 4 jaar, zag de vlog over het spookhuis en heeft erover een tekening gemaakt. En toen hadden we, oh kijk, de meisjes. Mooi, hè? Een hele lieve dikke kus van Kylie. En ik heb buik. Ja, mama gaat gelukkig. En wie is met dat stippertjes? Ja. Mama gaat even tussen dan gewoon door. Wie is met dat stippertjes? Jij. Dat vind ik wel mooi wat ik nou heb. Kijk eens voor de mooie kaarten, heren. Kijken. Mooi, hè? Ga ik hem even voorlezen. Hoi Koetlijf, wij zijn Kitten en we zouden jullie graag een keertje willen ontmoeten. Ja, wie wil dat natuurlijk niet, hè? Zo'n leuk gezin. Nou, kijk eens aan. Echt een super mooie kaart. Die gaan we ergens een plekje geven. Wil jij hem vasthouden? Kijk je? Nee. Ja, op z'n beurt kunnen jullie kijken, want de kaarten zijn voor ons samen, hè? Dus die zijn voor jullie allebei en voor Julisha. Bloemie! Ja. Wauw, wat leuk, origineel. Goed lijf. Wow. Een bandje, noem bandje. Ik wil er eens niet naar kijken. Mag jij zo meteen? Nomi, ja? Nomi mag jij niet kijken. Jij mag zo meteen, kerel. Nomi, voor liefste mij. Goed lijf. Melanie, Ruben, Julisha, Jaden en Jason. Ik ben een hele grote fan van jullie. Julisha, Jaden en Jason ben ik heel erg. Ik had er geen meer, dus er is eentje voor jullie allemaal. Dankjewel. Dat is Nomi. Kijk eens. Een bootje voor Jaden. Kijk, leuk. Leuk. Een bootje. Een bootje voor Julisha, maar die is er niet, dus die leggen we apart. Natuurlijk een bootje voor Jason. Er staat, en een klein roze aardbei. Er staat ook. Dankjewel. Er staat ook Jason op het bootje. Ja, er staat Jason op het, heb je goed gezien. Ja, er zit ook een wolkje bij. Leuk, hè? Dat is altijd nog wel een leuke fanmail. Maar om daar alleen een video mee te maken, dat is zonde. Dus we gooien het lekker in onze gewone vlogs. Altijd leuk. Ik ben Sanne en ik hou van jullie video's. Dankjewel, lieve Sanne. Sanne? Deze is voor... Sanne zit op mijn school, mama. Heb je Sanne op school? Voor Jalisha? Die teken. De walvis. Sanne zit op mijn school. En die kijk, is dat van mooi? En die, wij hebben walvis diploma. Voor Jason en die andere is voor Jaden. Leuk, kijk, hè? Dat is heel... Alsjeblieft, die is voor jou. Batman. En voor Jalisha die leggen we ook weer apart, natuurlijk. Lieve, dan heb ik hier 4 grote enveloppen, jongens. Daar komen 4 mooie tekeningen. Kijken dat ik hem niet kapot scheur verkeerd. Mama, want het zou zonde zijn. Dit is een vette tekening. Je houdt voor zo'n mooi. Ja, schat. Gelukkig dat je dat ervan houdt. Jullie krijgen wel heel veel tekeningen. Wacht, mijn liefde. Ik wacht, hè. Wat ik had gezien. Een loombandje voor Jalisha. Jason, voor jou. Waar is de arm? Goed lijf! Waar is de arm? Even wachten, kijk eens, die is voor jou. Ga je om je arm doen. Wauw. Van Jalisha weer even apart leggen. Zo. Natuurlijk een mooie tekening. Een arbeidje.
Ik ga ze even zetten, liefie. Allee. Ik ben Sanne, de zus van mijn Maaike. Kijk jullie video's al 3 jaar. Wauw. We begonnen met Extreme Wives. Kijk eens aan, hè, ja? Dat is de grondlegger. En daarna Good Life. We vinden jullie erg grappig en jullie maken hele leuke video's. Dankjewel. Groetjes, Sanne en Maaike. Kijk eens, leuk kaartje erbij. Leuk Minecraft. Minecraft? Ja. Maaike is Minecraft. We hebben nog 3 Maaike, kaarten. Maaike. 3 brieven. Maaike. En dan gaan we kijken wat Sally erin zetten. Spannend. Is het allemaal voor mij? Nee. Nee, het is allemaal voor mij. Hoezo van jou? Ja, die voor ons is. Wie ben jij dan? Jacob. Nou, Jaden, kijk eens voor jou, alsjeblieft. Ja, maar Jason. Jason, ik ben je grootste fan. Groetjes, Britt. Ik kijk met jou een krabbetje van jou. Oh, wat lief. En wie gaat jij met Britt trouwen? Ja. Lieve Janusha. Mij. Ja, ik ben je grootste fan. Oh, ja, bewaren natuurlijk. Ik eet mama. Laat me kijken. Ga je met mama trouwen? Hoor ik dat goed? Dank je wel. Oh, hé, wat zag jij? Toppie, wat lief. Kijk eens. Deze is voor Jason. Alsjeblieft. Waarom staat hier een hartje bij? Ja, dat vond ze leuk. Jaden, hartje, mama, trouwen met mama. Hé, jong. Je maakt mama helemaal een blozen. Dankjewel, lieve fans. Ja. Jullie worden toch echt wel verwend eigenlijk, hè? Ja, ik krijg heel veel. Ja. Wow, dat mama zo goed verwend werd. Ja, ja, mama wordt iedere dag door papa verwend. Kijk eens aan, wat hebben we hier? Oh, maar die heb ik al stiekem een stukje van gezien. Dat gaan jullie denk ik heel mooi zien om te zien. Even kijken. Hallo familie Koets. Zoals gezien heb ik op jullie Facebookpagina een speciaal voor iets voor jullie gemaakt. Dat had ik al dus gezien. Ik heb tegen jullie gezegd dat ik het ging opsturen. En bij deze het is me gelukt. Ik hoop dat je het mooi vindt en ergens een leuk plaatje geeft. Jalisha, Jaden en Jason. Jullie zijn 3 toffe, geweldige kinderen. Jullie hebben plezier, jullie zijn een plezier om naar te kijken. Ruben en Melanie, jullie doen zoveel voor de kinderen, echt geweldig. De vlogs zijn tof om te zien. Ik hoop jullie samen met de kinderen nog vele vlogs gaan maken. Groetjes, liefs, knuffs vanuit het Belgische Limburg, Elke. Eigenlijk moet ik zeggen, wauw. Ik weet niet waar we een plekje moeten gaan geven, maar ik denk dat we hem ergens gaan ophangen. Nee. Mama houdt die vast. Nee, mama, maar ik leg hem hier neer. Ja, want die gaat breken, hè? Want deze vind ik echt super gaaf. Dankjewel. Want die moeten we echt een mooie plekje geven. Misschien gaan we hem wel op de spiegel plakken of zo. We moeten nog op zoeken ervoor. Bij ons kamer. En dan heb ik voor jullie samen eentje. Papetje. En voor Jadisje eentje. En dat moeten jullie samen doen. Maar dat maakt niet uit, dus schatjes. Maar ik heb een sticker meer. Jawel, die is voor jullie samen. Nog eentje, wat zal erin zitten? Sticker. Sticker, denk je dat? Ja. Ik denk dat er altijd een brief in zit. Maar volgens mij zit kleine Jerry tegelijk. De laatste. Ah, wat hebben wij daarbij? Mickey. Die is voor onze kleine Jaden. Alsjeblieft. Mickey Mouse. Voor ons Jelichatje, die komt dadelijk thuis. Wat wacht. En voor onze Jasontje. Alsjeblieft, schat. Ook voor mij. En een mooie van mij. Die van mij. En voor Ruben. Dankjewel. Ik zal even een kijkje voor wie dat is. Oh, we hebben dus ook nog, kijk eens, stickers van Jason. Wat staat hierop? Jason. Serie. Sesamstraat. Wauw, wat leuk zeg. Super, dankjewel. En nog eens allemaal kleine autootjes, stickertjes van de autootjes. Leuk. En dan hebben we hier nog een paar kaarten. Spannend. Lieve Jalisha, ik vind jou leuk om iedere dag te zien. Groetjes, Veit. Als ik het goed uitspreek. Ik hoop dat de kijker me vergeeft als ik het fout doe.
dan nog een brief voor Jason. Ik vind het leuk om naar jou te kijken. Alsjeblieft. Dankjewel. En natuurlijk katje. Voor wie nog? En lieve kat. Voor onze kleine Jadentje. En lieve katje. Alsjeblieft. En lieve kat. Lieve familie Koet. Ik kan altijd voetballen. Yes. En katje. Ik vind het leuk om iedere keer naar jullie en iedere dag naar jullie vlogs te kijken. Vooral de pretparken, zwembaden, het vuurwerk zijn heel erg leuk. Groetjes van jullie grootste fan, jullie. Ah, Julie. En dat is zijn eigen handtekening. Of zijn meisje. Hè? Ik zou zeggen, super bedankt voor deze mooie kaartjes en mooie tekeningen weer. Ook leuk voor de dingetjes die jullie toegestuurd hebben. Vooral die naam wat gedrukt is. Die vind ik heel erg origineel gelukt. Echt super, dankjewel. Wat vinden jullie ervan, schatjes? Dankjewel. Ja, leuk hè? Leuk, lieve poesje. Een lief poesje, ja. En waar? Een lief vriendin poesje. Voetbal. Lieve schat, wij zijn bijna iedere weekend weg. We zijn door de week weg. We zijn heel veel weg. Mama zou ook wel graag een hondje willen. Alleen als wij... Ja, of een poesje. Maar wij zijn zoveel weg. En dan moet het hondje of het poesje altijd alleen zijn als we weg gaan. Want dat kan niet meer in een pretpark of op vakantie. En dan is dat best wel zielig. Juffrouw, ik liep ook vaker weg. Katje, ik heb een hondje. Ja, schat, maar wij gaan ieder weekend overal heen. Maar daarom... Moet je naar Katje met mee lopen? Dat kan niet, schat. Dat kan niet, maar daarom hebben we toch af en toe wel eens een oppashondje. Ik weet wel. Als het hondje meegaat, kan die weglopen. Ja, dat kan inderdaad. Ja, dat is leuk. Maar misschien ooit in de toekomst dat we wel een hondje krijgen. Maar ja, dat is afwachten. Maar vonden jullie een hondje die allemaal gekregen hebben? Ja. Dus wat zeggen jullie tegen de kijkertjes? Nee, dankjewel. Dankjewel. Juist. Jullie is er helaas niet bij, want ze is nog op school. Het is dat we Jason in de school hebben moeten halen omdat die jongen ziek was. Maar je ziet dat hij is ook helemaal pupjes, hè jongen? Dan moet hij wel wel lachen. En onze Jadentje thuis was. En ik denk, ja weet je, dan gaan we dat al lekker doen. Hebben we dat ook weer gehad. Dus ik zou zeggen, vonden jullie dit een leuke video? Deel en like hem dan vooral. Heb je nog niet op het belletje gedrukt? Wat dan? Ik had een video met hem. Juist. En morgen om 4 uur zijn we er weer. Dus wat zeggen we dan? Dag, tot ziens. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!